Deksels, dat zijn, noemen wij gewoon ketels. Dan kunnen we vlaaien maken of ettensoep of tomatensoep of andijvie, verse andijvie. Dat is natuurlijk heel veel. Ja. Ik kook hier voor ongeveer 140 mensen per dag. Wow. En in dat apparaat met die grote deur, daar kun je heel snel als je iets gemaakt hebt, iets in af laten groeien. Wij gaan vandaag maken wraps. Met roomkaas, een beetje sla, zalm en komkommer. De gerookte zalm. Mag ik even? Ja. We gaan maken van wit casino brood. Kleine, hoe heet die dingen nou? Sandwiches. Dankjewel. Eén gevuld met kip curry en een beetje sla en komkommer. En de andere met filet americain en een beetje sla en een rauw uitje. Lekker. Dan maken we een, kom even, laat me even hangen. Een club sandwich met bruin brood en grote kip en een beetje gebakken bacon. En we maken een olie mosterd sausje, zoals we ook in de eerste les hebben gemaakt. Net even op. Straks weet ik het niet meer. En wat rode paprika. Bij die groene snijplank gaan we gevulde eitjes maken. En aan het einde doen we van bladerdeeg. Een hapje maken met gras met kaas en tomaat. En eventueel als dat hupje heel snel is, dan kunnen die ook nog lekker van bladerdeeg appelflapjes maken. Ja, we zijn nu in de keuken bij Schoonhoorn. De laatste les was Superchefs. Waarom is deze cursus opgezet? Nou, we doen dit al een paar jaar. Eigenlijk is ons voornaamste doel, buiten het feit dat kinderen het heel leuk vinden om te koken, dat kinderen ook leren om bewust te eten en gezond te koken. En dat is vaak iets wat ze thuis misschien niet meekrijgen. En wij proberen ze te leren dat gezond eten ook heel lekker kan zijn. Ja, het is aardig gelukkig dat ik het net aan de kinderen hoorde. Ja. Ja, ze waren erg enthousiast, dus dat is altijd leuk. En een echte kok die les geeft. Ja, dat is sinds dit jaar nieuw. Voorgaande jaar deed het gewoon met twee vrijwilligers die dan deze cursus gaven. En dit jaar is het echt nieuw dat we dus André, chef André van Schoonhoorn hierbij betrokken hebben. En die hebben het met z'n tweeën echt fantastisch gedaan. En het is natuurlijk nu een beetje echt natuurlijk nu de kinderen in de echte keuken staan. Dus dat maakt het wel extra leuk dit jaar. Ja, ook lekkere menus uitgezocht hoor ik net. Heeft de kok dat gedaan of hebben jullie het samen gedaan? Nee, dat komt echt bij de chef vandaan. Ja. Maken? Wraps. Heb je al meer gedaan? Wat zei u? Heb je dat al meer gedaan? Ja, we hebben dat ook wel een keertje gedaan in de lessen in het poorthuis. En vind je ze lekker? Heb je dat ook al geproefd? Ja, ik vind ze heel erg lekker. Maar alleen nu maken we ze anders dan dat we ze altijd maken. En wat doe je anders dan? Nou, anders doen we altijd komkommer en paprika en allemaal andere dingetjes. Nu doe je er lekker zalm doorheen. Ja, en de vorige keer hadden we ook geen zalm, hadden we ook geen, geen roomkaas. Wat ben je aan het maken? Een sandwich. Heb je het alles gemaakt? Ja. Waarom heeft deze cursus gegaan? Kook je zelf graag? Ja. Doe je thuis wel eens? Ja, thuis doe ik het ook. Wat zijn jullie aan het maken? Gevulde eieren met kruiden. En voor lekker gevulde eitjes. Ja. Ga je ze straks ook zelf proeven? Ja, willen we wel. En de rest gaat dan naar die bejaarden.
En waar sta je nu op te wachten? De eieren. En nu gaan we dus gevulde eieren maken. En dat vind ik zelf ook heel leuk. Dat heb ik zelf ook wel een keer gemaakt met mijn vader en moeder. Ja, ik wil zelf ook kok worden. Oh, dat is leuk. Jullie hebben al heel veel lessen gehad, hè? Wat hebben jullie allemaal gemaakt? We hebben... Dat al een keer gemaakt? Dat al een keer gemaakt? Dat al een keer gemaakt? En gehaktballetjes hoorde ik? Nee. Ik ben appelflappen, hij is tomaten dingen aan het maken. En ga je dat zometeen bakken? Gaat het in de oven? Ja. Ja, de kinderen zijn bijna klaar, hè? Zitten er superchefs tussen? Iedereen heeft zijn eigen talenten. Ze zijn allemaal enthousiast en dat is het goede begin. Dus ik denk wel dat ze chefwaardig zijn, absoluut. Ja, het viel mij op dat ze allemaal ook zelfstandig werken, hè? Ja, ze gaan hun eigen gang en als ze het niet weten, dan trekken ze aan je jas chef, meester. Dan denk je echt, oh wacht, ze hebben het tegen mij. Maar nee, ze werken heel enthousiast en zelfstandig en ik ben trots op ze. Ja, hoe waren de lessen samengesteld? Gevarieerd. We zijn begonnen met een smaakles. Ja, dus ik heb ze laten allerlei dingen laten proeven. Zoet, zuur, zout, bitter. En daar hebben we aan het eind van de les wat lekkers van gemaakt. En we zijn dan de rest van de les een beetje de wereld overgegaan. We hebben een Marokkaanse soep gemaakt en couscous gerecht en Indiaanse wraps. En zo zijn we een beetje... En het moest vooral gezond zijn. Ja. Dus we hebben een beetje gelet op lekker met groenten werken. En als je mayonaise gebruikt, gebruikten we halvanaise. En ja, gewoon lichte producten en gewoon lekker gezond gekookt. It goes on and on and on and on. When me and you party together. I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on. Bij hard werken wordt natuurlijk een beloning, toch? Ja. Dus ik heb voor jullie allemaal een certificaat en een receptenboekje. Dat zijn net iets andere receptjes als dat wij gemaakt hebben voor een gedeelte. Maar de recepten die wij gemaakt hebben de afgelopen 8 weken, die krijgen jullie nog via de mail ook thuis. Ja, dan heb je die ook. Doei. Ik heb een snoepje bij deze.